Leuk dat jullie er zijn, meiden thuis en meiden bij mij in mijn huiskamer. We hebben een beetje aangepast, zoals je misschien ziet. We vonden dit wel wat gezelliger. Ik hoop dat jullie het ook leuk vinden. We gaan het vandaag hebben over... We hebben heel veel brieven gekregen van meiden met speciale hobby's. Wat dan jongenshobby's zijn, zullen we maar zeggen. En aangezien kinderen de baas zijn, vinden we dat jullie mogen kiezen waar we over praten. Dus vandaag is het geworden stoere meiden. Stel jezelf maar voor. Ik ben Linda. En wat doe je voor een hobby? Ik voetbal heel veel op het veldje bij ons voor. En ik speel dwarsfluit 1 keer in de week. Maar ik ben er tijds mee gestopt voor mijn beugel. Dat was gevaarlijk, of niet? Nou, als ik dan fluit, dan ging die plaatjes tegen mijn lip aan. En dan had ik heel vaak blaren en zo. Dus deed heel vaak pijn. Toen zei mijn juffrouw dat ik beter mijn jeit kon stoppen. Ja, totdat hij weer uit is. En dan was ze staan al recht, of niet? Ja. Kan je dat filmen? Want dat is onze filmvrouw vandaag. Die stelt zich zo voor. Ja, ze staan al helemaal goed. En dit is? Ik ben Tamara. Mijn hobby's zijn met mijn vader motorrijden en met mijn kat spelen. Ik ben heel erg fan van Backstreet Boys. En voetbal je nog? Want dat heb je me straks ook verteld, of niet? Of je bent fan van wie? Van Ajax. Ah. Ik ben Lissy en ik zit op voetbal. En ik ben fan van Ajax. En ja, verder niks. En onze cameravrouw vandaag? Ja, ik ben Anna Lienke en ik speel gitaar en ik zit op tennis. Iedere woensdag tennis, ik een uur. Nou, allemaal meiden die lekker fanatiek sporten of daarmee bezig zijn en fans van Ajax. Dus we hebben eigenlijk genoeg om over te vertellen. Ik wil nog even iets meer weten wat je hebt verteld, dat je voetbalt. Ja, ik zit niet op een club of zo, maar met vrienden en vriendinnen doe ik dan heel vaak partijtjes spelen en zo. Een hele middag, dus best wel lang. En is dat vooral met jongens? Of? Nee, jongens. Ja. Er zit soms 1 meisje, soms 2 meisjes bij. Mijn vriendin dan en meisje uit de buurt, die doet soms ook nog wel eens mee. So. En word je dan vol aangezien door jongens met voetballen? Of word je als laatste gekozen als je partijtje doet? Ja, meestal wel. Maar als ze zien dat ik best wel goed kan spelen, dan spelen ze wel vaak naar me over. En zo laat me ook scoren. En zo. Dus als je... Moet je dan meer bewijzen als meisje? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, want de eerste tijd speelden ze helemaal niks naar mij. Omdat ze toch, ja, als meisje die kan er niks van en zo. Maar nou gaat het wel beter. Dus je moet je echt bewijzen, want anders dan spelen ze niks naar je over. Mijn vriendin kan het niet zo goed en dan spelen ze bijna nooit naar over. Dus. Ja. Hey, en als je een doelpunt zet, dan ga je tellen, hè? We rennen naar elkaar en doen zo met de hand tegen elkaar. En zeggen goed zo elkaar een beetje aanmoedigen. Hey, en die motor van jou, Tamara, die vader, wat heeft die voor motor? Een Goldwing, 1500. En spreken met hem af, of je gaat met hem achterop? Of, We spreken dan onze beurt met mijn zus af, want die wil ook achterop. Dus dan gaan we, soms gaan we als we niks te doen hebben, gaan we een rondje naar Den Haag, naar Scheveningen. Dan gaan we weer terug. En ben je dan, is je vader lid van een motorclub of zo, dat hij toert? Hij is laatst naar Amerika geweest. Daar is hij Canada en zo, die hele, ook langs Chicago en zo, langs Amerika gegaan, door Amerika heen. En toen mocht je niet mee, of wel? Nee, toen was het gewoon school. Dus. Yeah. Oh, jaloers of niet? Ja. We gaan zo direct verder met de vraag van de week. We hebben weer een hele leuke brief gehad, een van de heel veel brieven. En die ga ik voorlezen en dan wil ik van jullie weer advies hebben. Hoi toffe Tessa. Ik ben erg blij dat er nu eindelijk eens een programma voor meiden gemaakt wordt. Nou, dat vinden wij ook, hè? Ja. Toch? Ja. Ik ben zelf een meisje van 12 jaar en mijn naam is Peggy. Mijn hobby's zijn motocross en drummen. Nou vindt iedereen dat altijd stom, omdat dat hobby's voor jongens zijn, zeggen ze. Ik vind dat helemaal niet. Ik vind het onwijs leuk. Wat vind jij ervan?
Ben ik echt een halve jongen, zoals iedereen zegt? Nou, ik hoor het wel. Ik hoop dat je mijn brief voorleest in je programma. Heel veel groetjes van Peggy. En ze wil ook heel graag een keer in mijn programma komen. Nou, Peggy, bij deze ben je uitgenodigd voor een volgend programma. Annelienke, wat vind jij van haar brief? Ik vind dat je gewoon de hobby mag kiezen die je zelf leuk vindt. Want anders is er voor jou zelf ook niks aan. Het maakt niet uit welke hobby je hebt, vind ik. Ja. En dat verhaal van halve jongen? Ja, oké, ze kunnen dat wel zeggen, maar ja, jij vindt wat jij vindt. En als jij die lobby leuk vindt, ja, dan moet je die beoefenen, zeg maar. Ja. Hebben jullie dat zelf ook, heb jij dat ook wel eens gehoord, Lizzie, dat ze tegen jou zeiden? Nou, wel van een jongen uit mijn klas, die vindt ook altijd jongenskleding aantrek. Ja. Maar ja, met mijn sport niet. Maar ja, daar zien ze je gewoon als, Ja, dus je bent hetzelfde als hun eigenlijk. Ja, er zitten zoveel meisjes op een jongensport dus. Ja. Waarom zou dat niet mogen? Ja. En heb jij nog een advies, Tamara, voor Peggy? Ja, ik zou gewoon tegen ze zeggen dat ze, dat ze zich niet met haar moeten bemoeien. Want als het jongens die zeggen dan, als het te ruig is of zo, dan is het meteen iets wat jongens doen. Dan is het meteen een jongenssport of zo. Nou, en dat vind ik van niet. Ja. En wat is dan? Wat is voor jou een stoere meid? Wat vind jij een stoere meid? Nou, gewoon als iemand van met voetbal bijvoorbeeld van de ene helft naar de andere helft in een doel kan scoren. Ja. Of bijvoorbeeld dat je een omhaal maakt en dan dat je kan scoren. Dat vind ik wel stoer. En Annelienke, wat vind jij stoer? Ja, dat weet ik niet. Ik vind niet echt dat je dat stoer een begrip is. Ik vind niet meer dat je, gewoon je bent gewoon zoals jij bent. Maar... Ja. Ik vind niet echt dat begrip, zeg maar. Ja, daar heb je gelijk in. We gaan naar het volgende onderwerp en dat is jongens en stoer. Wat vind jij stoer aan een jongen? Ook als ze zichzelf zijn, dat ze dat kunnen, zeg maar. Niet dat ze zich ik ben alles dan en dan stoer doen voor een ander, zeg maar. Maar gewoon dat ze zichzelf zijn. Ja. En Lizzie? Ja, ook zoals een beetje als haar, gewoon zichzelf, hunzelf zijn. Man. En val je op een stoere jongen? Nou, ligt eraan of die er leuk uitziet. Ja. Ja, wat, hoe moet hij eruit zien dan? Gewoon niet zo van dat snoeperkleding en zo. Dat vind ik niet echt zo leuk. Maar hij moet wel van voetballen houden. Nou, dat hoeft en niet van Feyenoord, toch wel? Nee. Maar kijk, bijvoorbeeld, soms hebben ze een broek aan van 3 weken of zo. Dan stinken ze wel erg. Ja. Misschien dat ze dan om af te shave of zo op hebben, maar ja, dan zijn ze niet echt leuk. Maar vind je, een stoere jongen, hè? Jij deed net al een beetje, Linda, loopt een beetje zo. Maar kan jij zelf stoer kijken? Oh, dat weet ik niet. Kijk eens voor. Ja, dat kan ik niet hoor. Ik vind mezelf niet echt super stoer. Maar ja, als ik denk aan stoer kijken, nou dan zal ik het wel proberen. Niet lachen, hè? Is dat stoer of niet? Kan jij stoer kijken, Tamara? De meeste jongens bij ons op school die kijken een beetje zo. Even denken hoor. Een beetje zo. Filmen. Nog een keer, want ik vond het wel goed. Die lopen dan zo heel relaxed door de gang en die denken dan zo... Ja, kom maar allemaal met die meisjes en zo. Ja. En hoe kijken ze bij jou stoer? Nou, net als haar. Ja, doe het eens voor. Ja, dat kan ik niet. Jawel. Nee. Ja, ik vond dat ze het hartstikke goed deed. Ja, ik weet niet hoe ze... Ja, zoals haar ongeveer. Maar hoe zie je nou of je stoer bent? Maar meestal ligt het ook al aan de kleren. Ja, als je van die... De nieuwste merken en zo, die aan dat denken ze meestal dat ze stoer zijn. Ja. En schoenen en zo, sportschoenen. Nou, dan hebben we heel het programma er eigenlijk achter willen komen wat stoer is. Maar volgens ons bestaat stoer eigenlijk helemaal niet meer. Vroeger misschien wel, toen meisjes lang haar en strik in hun haar hadden en rokjes aan. Maar tegenwoordig hebben we
allemaal de broek aan en doen we precies wat we zelf willen. Dus eigenlijk zijn we flinke meiden. Flinke meiden, waar of niet? Ja. Ik vond het heel leuk dat jullie weer gekeken hebben. Ik hoop dat jullie de volgende keer weer kijken. Wil je bij mij in het programma, dan kan je schrijven naar postbus 229 5150 AE in Drunen. Alles waar je over wil komen praten is welkom. Schrijf maar alsjeblieft. Tot de volgende keer. Ciao.